Jullie hebben een rapport gemaakt met Deltares waarin zeg maar een soort verstandig omgaan met de zeespiegelstijging wordt uiteengezet. Was dat een eigen initiatief of was dat een opdracht? Hoe moet ik dat lezen? Wij zijn denk ik nu 5 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Omdat we zagen dat er studies kwamen over dat de zeespiegel mogelijk sneller zou gaan stijgen dan waar we tot dan toe rekening mee hielden in Nederland. Dus ja. Is een adaptief plan dat rekening houdt met 1 meter zeespiegelstijging in 2100. Wij zagen eigenlijk van nou dat die studies zeiden van dat kan mogelijk meer zijn. En toen hebben we daar zelf onderzoek naar gedaan. Het was een kleine verkennende studie. En daarmee was toevallig in een bijeenkomst tegelijk met KNMI zeiden wij, dit is heel belangrijk voor Nederland. We moeten verder kijken wat de gevolgen daarvan zijn en wat dat betekent voor onze waterbeheerstrategie. Ja, ja, ja. Betekent dat ook dat dat nieuws waar we het gisteren in de media veel over zagen gaan, namelijk het kan nog meer worden, dat betekent dat je je huiswerk opnieuw moet maken? Nee, want wat wij vooral proberen te doen is kijken los van al die scenario's. Een scenario is altijd de kennis op dat moment. Dus dat gaat nog steeds veranderen en wordt bijgesteld. En wat wij proberen is, hoe kun je, gegeven die onzekerheid over de toekomst, toch een plan maken waar je dan later geen spijt van hebt. En dat je tussendoor bijstuurt. Dus we kijken eigenlijk bij hoeveel zeespiegelstijging bijvoorbeeld, wat zijn dan de gevolgen en wat voor soort mogelijkheden heb je dan om je aan te passen. En dan kun je met die scenario's kun je kijken van wanneer zou dat kunnen gaan gebeuren. Ja. Ja, ja. En daar hebben jullie eigenlijk een soort stappenplan over neergelegd. Klopt. Wij maken dan wat we noemen adaptatiepaden. Dat zijn eigenlijk verschillende routes om je aan te passen aan bijvoorbeeld dus klimaatverandering. En dat zijn aanpassing, dat klinkt als iets heel groots. Hè? En zeker als je het hebt over 1,2 meter. Ja, ja. En wat wij proberen is, kun je dat soort opbreken in kleine stapjes. Met maatregelen die je op de korte termijn kan doen. En waar je dan geen spijt van hebt. En opties voor de lange termijn. Misschien halen we het Parijsakkoord wel. Hè? Dan hebben we 30, 40 centimeter. En dan hebben we voldoende gedaan. Maar misschien ook niet. En smelt Antarctica sneller af. En dan moeten we echt veel meer maatregelen nemen. En wij brengen die opties eigenlijk in beeld, een soort menukaart, maar dan dus over de tijd heen. En geven daarbij ook aan van, wil je die opties openhouden? Dan betekent dat ook wat voor de korte termijn. Hè? Dus als je nu heel Nederland volbouwt, dan betekent dat ook dat we weinig ruimte hebben voor water. Ja. En dat sluit eigenlijk opties uit. Ja, ja, ja. Ja, maar het is niet zo dat plan eigenlijk onvermijdelijk uitmondt en je moet nu vol inzetten omdat ze het anders niet droog houden. Dus nee, zo simpel is het niet. Op dit moment zijn er nog heel veel opties open. Ja. Maar wat we wel zien is dat ook vrij snel ook minder wordt. We zeggen ook wel die oplossingsruimte die kan heel snel afnemen als je niet nu al voorbereidende maatregelen neemt en als die zeespiegel ook nog veel sneller stijgt. Ja. Ja, want dat is wat jij ook vertelde hè, voordat het begon, dat nu bijvoorbeeld in Arnhem een beslissing ligt om een bepaalde woonwijk wel of niet aan te leggen. En wat heeft dat dan precies voor gevolgen? Nou, hoe meer ruimte je eigenlijk inneemt, bijvoorbeeld dus in het rivierengebied, als je dat in de uiterwaarden gaat bouwen, dan wordt het lastiger om straks weer die ruimte aan de rivier te geven. Dus als iemand beslist op een bepaalde plek te bouwen, dan betekent dat je het afwentelt naar een andere plek, want daar moet het water dan heen. En je zit jezelf dan eigenlijk steeds meer vast. Of je maakt het lastiger en je moet daarna weer woningen weghalen of zo. Dus het verkennen van die mogelijke toekomsten, inclusief een kleine kans maar groot gevolg scenario, is dus eigenlijk belangrijk voor allerlei investeringen. Ja, ja, ja. Heb je het gevoel dat daar voldoende bewustzijn van is in Nederland? Ik denk voor waterbeheerders zijn daar inmiddels een tijdje mee bezig. We hebben in Nederland het Delta-programma en dat volgt ook een adaptief plan met dat soort adaptatiepaden. Dat heeft ook dat signaal opgepakt hè, dat die zeespiegel mogelijk sneller gaat. En daarom is er nu aanvullend onderzoek nodig, of is opgestart om eigenlijk te kijken wat als het meer dan 1 meter is, wat zijn dan onze opties? Maar als je dan als waterbeheerder een adaptief plan hebt gemaakt met een routekaart en tegelijkertijd wordt er vanuit ruimtelijke ontwikkelingen worden allerlei investeringen gedaan die jou
het plan eigenlijk deels paden afsnijden, ja, dan wordt dat wel lastig. Ja, maar de vraag is er voldoende bewustzijn? Ja, nee, nou, dat is wat heel kort door de bocht waarschijnlijk. Ja, het verbaast mij. Aan de ene kant hebben we het hier over gevolgen, hè, alles smelt. En aan de andere kant zie je dat er qua het beperken van klimaatverandering, dat we daar nog een hele hoop te doen hebben. Ja. En als we daar dat niet doen, dan wordt aanpassen aan klimaatverandering wel heel ingewikkeld voor Nederland. Ja. Dat begrijp ik. Nu zijn we een beetje eigenwijzige Nederlanders die denken, weet je, we hebben de Deltawerker gebouwd, we doen alles met de duinen, wij kunnen dat een hele tijd nog aan. Nou vertelde je tijdens het eten er straks, we hebben vooraf wat gegeten om het al een beetje te vieren, dat jij sommetjes maakt over wat er van de achterkant komt, namelijk de rivieren die blijven stromen, misschien zelfs wel harder door een bepaalde klimaatverandering. En als je aan de voorkant dijken bouwt, dan moet dat water er toch overheen. Je maakte een intrigerend sommetje over wat dat aan pompcapaciteit zou vergen. Kun je die cijfers kort herhalen? Ja, nou, we hebben in Nederland hebben natuurlijk keringen, dus de Maaslandkering. En die zijn in principe open, want dan kunnen we over de rivieren varen. Ja. Maar als de zeespiegel stijgt, dan gaan die keringen vaker dicht. En op een gegeven moment zouden we er dan voor kunnen kiezen van, nou, dan is die permanent dicht. Maar dan komt dus die rivieren nog via de achterdeur. Ja. En dan moet je dus gaan pompen. Omdat je kan niet meer onder vrij verval kan de rivier wegstromen. Als je dan denkt van, nou, hoeveel pompcapaciteit heb je dan nodig? Dan heb je minimaal de gemiddelde rivierafvoer nodig van de Rijn en de Maas. Die is dan zeg maar iets van 3000 kuub per seconde. En dat is dan gemiddeld. En de grootste pomp in de wereld, die is richting de 500 kuub per seconde. Dus dan heb je 6 van die dingen nodig op een rijtje. En af en toe doet eentje het niet, dus doe er nog maar een paar bij. Doen we een paar reservepompen erbij, want dat kan natuurlijk niet misgaan. En als je dan denkt van, we moeten ook wat met extreme hoogwaters, zoals afgelopen zomer. Ja. Nou, een echt extreme afvoer gaat richting de 16.000 kuub per seconde. Dus, nou ja, 3. In plaats van 3? 3.000, ja. Dus 16 in plaats van 3. Dus als je dat allemaal op voorhand wil voorkomen, dan moet je een waanzinnig park aan pompcapaciteit bouwen. Ja, we zijn nu met collega's zijn we aan het verkennen van, nou, kun je een soort balans vinden tussen pompen, tijdelijk waterbergen. Maar dan heb je dus heel veel ruimte nodig. En waar doe je dat dan? Ga je dat misschien richting het IJsselmeer doen of richting Zeeland? Ja, ja, ja. Of ga je misschien een nieuwe kustlijn maken, wat als voordeel heeft dat je ook een soort randmeer kan maken waarbij je dan eventueel water kunt bergen. Ja, ja. Dus dat soort opties zijn we aan het verkennen. Ja, oké. Maar het is wel dweilen met de kraan open, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat is dus als je in een laaggelegen land ligt en deels onder zeeniveau woont. En we krijgen daar ook nog heel veel zeespiegelstijging bij. Op de lange termijn, voor een deel is het een kwestie van tijd. Hè? We hebben het vaak over 2100, maar dan stopt de zeespiegelstijging niet. Nou ja, dat is ook een van de dingen die stiekem dan, vind ik, toch alweer een klein beetje onderbelicht is. Ook in het nieuws dat gisteren is gebracht naar aanleiding van dat KNMI klimaatscenario. Je moet wel bedenken dat wil je tussen nu en het jaar 2100 één meter aan zeespiegelstijging bewerkstelligen. Dat betekent dat die zeespiegel dus gaat versnellen naar 2100 toe. En in het jaar 2100 zit je dan al bij een zeespiegelstijging in de orde van 1 centimeter per jaar. Dus in zekere zin, bij hoge zeespiegelscenario's wordt dat bijstellen van 1 meter naar 1,20 wordt steeds minder relevant. Ja, ja, ja. Ja, want als je in het jaar 2100 die 1,20 meter niet hebt, ja, dan heb je het in het jaar 2110 wel. Ja. Dus hoe hoger de uitstoot, hoe minder. Dus het wordt gebracht eigenlijk gisteren als heel groot nieuws van, we stellen het naar boven bij. Maar daar zitten ook wel weer in zekere zin is het iets minder relevant. Want als je al aan een meter zit aan het einde van deze eeuw, ja, dan zit je in zekere zin met de gebakken peren. Want dan komt er elk jaar een centimeter of tot zelfs 1,5 centimeter aan zeespiegel bij. Oké, we gaan even naar een andere kant van klimaatverandering en ijs. Namelijk de permafrost, waar jij, Jorien, meer dan alles van weet, volgens mij. Permafrost, even heel kort, hoe definieer je dat?
Ja, eigenlijk is het gewoon bevroren grond. En in allerlei vormen. Dat kan gewoon een veengebied zijn of iets wat bijna rotsachtig is. Wat dan meer dan 1 jaar of 2 jaar achter elkaar bevroren is, zeg maar. Maar meestal hebben we dan over honderden, duizenden jaren, zeg maar, dat het aaneengesloten bevroren is. En de gebieden waar ik aan moet denken voor dat soort ijs? Ja, met name noordelijk halfrond eigenlijk. Ongeveer een kwart van het landoppervlak in de noordelijk halfrond, zeg maar, is dus permanent bevroren. Alleen het bovenste laagje, de opdooilaag, die ontdooit elke zomer. En hoe ver gaat het naar beneden dan door als ijs, globaal? Ja, kijk, Noord-Scandinavië heb je het over een paar meter, maar Yakutsk, zeg maar, binnen Siberië, kan het tot een kilometer ongeveer gaan. Ja. Weten we het niet precies, maar zoiets. Ja. Dat hangt rechtstreeks samen met het klimaat ter plaatse. Ja, feitelijk gewoon. Het is ook gewoon een lange vriezer die bevroren kan blijven, omdat het altijd onder nul is. Ja. Dus en op een heleboel plekken is het natuurlijk gemiddeld min 10. En dat het dan, zoals jij net ook eerder in een voorbeeld noemde van Antarctica, dat het dan gemiddeld min 8 wordt, dat maakt niet zoveel uit. Maar juist die gebieden in de zuidelijke grens, waar het rond de nul zit, mm-hmm, als het dan opeens gemiddeld plus 1 wordt in plaats van min 1, ja, dan heb je natuurlijk de grootste veranderingen. Ja. En dat schuift op. Ja. Even voor alle duidelijkheid, er is niet een echt heel erg een relatie met die zeespiegel bijvoorbeeld. En er zijn andere kwesties aan de orde, denk ik. Of niet? Indirect feitelijk wel, want zeespiegelstijging komt natuurlijk door smelten van ijs wat door opwarming komt. En permafrost is wel een van de grootste bronnen op aarde die broeikasgassen kan leveren als het dooit. Dus de permafrost koolstof feedback, zoals die wordt genoemd, dat is ook wel echt een van de dingen waar steeds meer in IPCC-rapporten rekening gehouden mee wordt. Dus dat is wel iets wat als het doorgaat, zeker de zeespiegel ook nog verder doet ophogen of waarschijnlijk al hierin minst meegenomen gedeeltelijk. Ja, ja, ja. Hoe dat eruit ziet, daar hebben we een klein filmische impressie van. Dus die kunnen we misschien nu even bekijken. Je moet even uitleggen waar het is. Ja, dit is het Peel Plateau, zeg maar, ten westen van de Mackenzie rivier in noordelijk Canada. Ja, west tegen Alaska aan, zo'n beetje. Tegen de IJszee aan ook. En we zien hier een enorme kuil eigenlijk. Ja, dit die kuil is niet ontstaan omdat hij is uitgegraven of iets. Nee, het is een soort van dooikrater. Ja, je ziet inderdaad een van mijn IO's daar op het randje staan. Ze lopen door de bosjes, jullie erachteraan. Ja. Dit is denk ik dit is 40, 50 jaar oud. En in die tijd is dat gat dus ontstaan. Omdat de bodem heel ijsrijk is. En als de temperaturen boven nul komen, dan dooit het langzamer. Maar omdat juist die bakken met ijs daar in de grond zitten, 60-80% van de bodem, zeg maar, in plaats van 20-30 op andere plaatsen, gaat dat daar, zakt het dus veel sneller in. En als het eenmaal inzakt en het spul wordt afgevoerd en het ijs smelt en het water wordt afgevoerd, dan versnelt dat proces een beetje. Ja. Maar dit lijkt natuurlijk een landschappelijk dramatisch effect, dat is het ook. Maar je zegt, er gebeurt iets anders, er komen ook bijvoorbeeld heel veel broeikasgassen vrij. Ja, precies. Ja, je hebt eigenlijk langzame dooi, dus zeg maar gewoon een vriezers. Je doet de deur open en je macaroni, schotel, alles dooit. Dat is vaak de bedoeling, maar in dit geval is het natuurlijk een langzaam proces op veel plekken. Ja. Maar dit soort plekken waar dus veel ijs in de bodem zit, daarom is ijs in zekere zin ook voor permafrost heel belangrijk. De mate van de snelheid van dooi wordt bepaald door hoeveel ijs er in de grond zit. Maar het komt er dus ook in, zodra het dooit, al het koolstof, dus al het oude plant- en dierenmateriaal wat erin zit, dat kan dan worden afgebroken door microben. En die zullen CO2, koolstofdioxide en methaan produceren, afhankelijk van de condities. Allemaal bijdragen aan de broeikas. Inderdaad. Uiteindelijk. Ja. Wat zijn, je werkt bij de VU aan dit onderwerp en daarvoor heb je postdoc gedaan op hetzelfde onderwerp. En als promovendus en misschien als student zelfs, dat weet ik niet, maar altijd in de modder, zeg maar. Ja, eigenlijk hopelijk wel, bevroren. Wat zijn nu de wetenschappelijke vragen die je eigenlijk daar omheen hebt? Wat is nu de vraag waar je aan werkt? Ja, eigenlijk wel divers, maar het komt feitelijk wel ook op meer van wat gebeurt er met dat materiaal zodra het dooit. En dan kijken veel mensen echt naar, zeg maar, op plekken op land en meten direct broeikasgassen.
ik kijk samen met mijn groep ook echt meer zo van wat gebeurt er in het water? Hoe verandert de hydrologie en daarmee samenhangend de broeikasgasproductie? Ja. Dus we kijken naar hele kleine riviertjes, grote rivieren, maar ook kusterosie bijvoorbeeld. Dat gaat veel rapper omdat het ijs op de Noordelijke IJszee smelt. Dat is in permafrostgebieden die aan zee eindigen. Ja, iets van 65% van de kust, zeg maar, bestaat uit permafrostkust, soms 30 meter hoog. En als er minder ijs is, heb je meer golfslag, meer stormen, meer warme water, et cetera. Dus die erosie gaat nu veel harder. Ja. We willen weten van ja, wat gebeurt er? Er zit hier iemand in de zaal ook van mijn groep. Ja, die is daar geweest van de zomer. En die, die heeft dus geprobeerd dat materiaal proberen te volgen. Oké, nou, dat belandt dus allemaal in zee. Ja. In hoeverre wordt dat afgebroken? Wordt de zee, sediment, wordt dat het uiteindelijk... De uiteindelijke bestemming en maakt het niet zo heel veel uit. Dat zou in theorie ook kunnen. Ja, en heb je al antwoorden? Ja, dat zou ik eigenlijk moeten vragen, maar je zit even buiten gehoorsbereik, zeg maar. Het spul ligt in onze vriezer, dus we zijn ermee bezig. Ik denk dat het... het gaat denk ik op erg verschillen van plek tot plek. Ja. Peter, zitten in de klimaatscenario's het vrijkomen van dat soort natuurlijke broeikasgassen, zou je kunnen zeggen? Zit dat daarin eigenlijk? Steeds meer. Ja, eigenlijk moet jij daar antwoord op geven. Maar kijk, het is zo dat die klimaatmodellen, daar zitten steeds meer componenten worden daarin meegenomen. Uh-huh. Zoals de ijskappen en de gevolgen van de ijskappen en de zeespiegel wordt steeds beter gekoppeld aan die klimaatmodellen die er zijn. En daardoor kunnen we over die ijskappen betere uitspraken doen. Ja. Maar hetzelfde geldt ook voor vegetatie, voor permafrostmodellen. Die worden steeds vaker in die klimaatmodellen meegenomen, waardoor je de effecten van opwarming op een bepaalde plek, maar ook verandering van weerpatronen, van droogte, van neerslag, van het wijzigen van de neerslag, hè, dat er steeds grotere fractie van de neerslag valt in de vorm van regen in plaats van sneeuw. Hè. Eigenlijk zien we het Arctisch gebied is nu nog een sneeuwgedomineerd gebied, maar dat wordt straks een regengedomineerd gebied. Ja. Ja, wat voor impact dat heeft op die bodem? Ja, misschien moet jij dan precies een antwoord geven van hoeveel van die processen al worden meegenomen in de huidige IPCC. En hoe belangrijke factor is dat eigenlijk? Even voor mijn begrip, is dat een paar procent of is dat de helft? Of... Ja, die voorspellingen zijn natuurlijk best wel onzeker. Maar de hoeveelheid koolstof nu in de bodem, dat is ongeveer 2 keer zoveel als dat er aan broeikasgas in de atmosfeer zit. Dus de potentie is heel groot, maar dat zal natuurlijk nooit allemaal in één keer dooien en broeikasgas worden. Maar de laatste voorspellingen zijn iets van, stel je dat je naar het jaar 2100 kijkt, dan is ongeveer een kwart van wat wij tot die tijd uitstoten als fossiele brandstoffen uitstoot, zou dan nog extra in de atmosfeer kunnen komen door permafrostdooi. Okay. Dan zou je denken, nou, het valt wel mee, maar we moeten dus nog een kwart extra verminderen in onze emissies om dat te compenseren, zeg maar. Ja. Dus als je dat echt zeg maar, er niet bij wil hebben, dan moeten we harder naar minder dan nul. Gaat eigenlijk niet, toch? Nee, maar alle beperking is ook zeker voor de dooi van dit soort processen heel belangrijk. Ja. Nou, ik denk even aan jouw grafiek met de hoeveelheid CO2 en alles wat je bespaart leidt ook tot minder opwarming. Nou ja, kijk, en dat is het interessante, maar dat is dus ook weer technologische inzet waarvan heel veel wereldleiders denk ik op dit moment zich niet goed realiseren hoe dat precies zit. Maar die lijn die ik liet zien ik probeer het even spiegelbeeldig te doen, van hoe meer CO2 uitstoot, hoe warmer het wordt. Maar een heel groot deel van de klimaatscenario's die nu op tafel liggen om maximaal 1,5 of 2 graden opwarming te doen, die voorziet erin dat we eigenlijk een klein beetje daar overheen gaan, omdat we er niet in slagen om onze afhankelijkheid van kolen en olie en gas snel genoeg te beperken. En dat als compensatie daarvoor we gaan vertrouwen op technieken om weer actief CO2 uit de atmosfeer te halen. Ja, ja. En dat zijn allemaal nu nog proeftuintjes en hele kleinschalige projecten. Maar kijk, hoe langer je nu wacht met het terugdringen van die CO2-uitstoot, hoe meer je toekomstige generaties opzadelt met het verplicht toepassen van een techniek die zich op dit moment nog niet bewezen heeft. Dus je bent aan het wedden op paarden die nog niet eens geboren zijn. Mooi beeld. Dat brengt ons eigenlijk een beetje bij de laatste vraag die we, denk ik, vanavond toch even aan de orde moeten stellen. Namelijk, we hebben gezien wat er met de ijswereld gebeurt. Zowel permafrost met nog extra uitstoot. We weten ook wat de zeespiegel aan het doen is en wat we er wel of niet mee zou kunnen. Maar wat is nou
hoe nu, zou ik haast zeggen. Wat moeten we nu met deze gegevens doen? Er is komende week die klimaatconferentie in Glasgow. Laten we het daar even over hebben. Zijn jullie hoopvol dat daar iets wezenlijks gebeurt? Mag ik met jou beginnen? Ik dacht dat je hoofdelijk ging stemmen, ja of nee. Nou, dat kunnen we ook doen, maar dat doen we dan aan het eind, als we de argumenten gehoord hebben. Jorien. Ja, ik weet niet of ik alles wil laten afhangen van wat er daar precies gebeurt. Maar ik denk ook wel, ik ben zelf ook echt nog wel hoopvol in zin van wat techniek kan doen. Mm-hmm. Qua positief tipping point, zeg maar. In plaats van waar we het meestal over hebben qua negatieve tipping points. Ja. Zodra er iets in werking is gezet en we implementeren dat allemaal. En dat wordt goed, op de kaart gezet. Kan het heel rap gaan. En daarbij, ik denk dat er moet ook gewoon politieke durf en er moeten mensen hier brood in zien, denk ik ook. Ja. Niet alleen omdat het moet. En zo'n conferentie, vind je dat een nuttig instrument of zou dat net zo goed niet kunnen? Nee, ik denk zeker dat het nuttig is. Ja. Maar inderdaad, we hadden het net even over. Wij zijn natuurlijk wetenschappers die data en feiten aanleveren. En dan hoop je dat het daar gaat gebeuren. Maar daaromheen is het natuurlijk ook wel aan ons om die stem heel duidelijk te laten horen. Dat doe je ook graag of met tegenzin? Nee, ik denk dat het wel... je kan het niet 3 keer per dag doen op alles zeggen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. En dat ook dat wij als wetenschappers dat blijven doen. Ja, ja. Marjolein, dat verhaal vertellen omdat het verteld moet worden, voel jij dat ook op die manier? Nou, het is heel belangrijk om in ieder geval ook die kennis te delen en zeg maar die wetenschappelijke inzichten te delen, zodat ze ook echt worden ingezet ook voor beleid. Dus als je vraagt van wat moet er dan nu gebeuren? Nou, het belangrijkste is natuurlijk de tijd die we hebben ook goed benutten om zeg maar die klimaatverandering te beperken. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk om ons aan te passen aan klimaatverandering. Want we hebben al 1,1 graad. Binnen 10 jaar zitten alle scenario's 1,5 graden. Dus voor een deel, sorry, ik ben iets minder optimistisch. Ja. Zitten we er ook aan vast en moeten we ons aanpassen. En alles wat we kunnen doen om het te beperken, dat maakt de adaptatieopgave minder. Ja. En ik denk dat we verder moeten, dus die tijd benutten en dan ook goed uitzoeken van hoe kunnen we de mitigatie beperken van klimaatverandering ook verbinden aan aanpassen aan klimaatverandering, zodat je ook zeg maar een soort mooie aantrekkelijke toekomsten kunt maken waar we naartoe kunnen wikkelen. Het is niet alleen maar geitenwolle sokken, het is ook gewoon wel interessant in dat opzicht. Eigenlijk wat Marjolein zegt raakt ook wel een klein beetje, vind ik, aan het valse dilemma wat ook af en toe wel eens geschetst wordt. Je hoort dat in de media, je hoort het ook op Twitter, zeker als je bepaalde kanalen volgt. Dat het een, alsof die kun je blokken. Ja, alsof er een keuze is, zeg maar, tussen, alsof we nu moeten kiezen tussen gaan we ons aanpassen of gaan we wat aan klimaatverandering doen. En daar wil ik eigenlijk 2 dingen op zeggen, namelijk als je nu het hele idee van terugdringen van broeikasuitstoot beperkt, dan valt er eigenlijk nog deze eeuw, denk ik, eerlijk gezegd, helemaal niets meer aan te passen. Dus je kunt wel dit hele klimaatbeleid, terugdringen van CO2-uitstoot wel laten varen. Mm-hmm. Maar dan krijgen we nog binnen 2 generaties een situatie waarin die hele adaptatie eigenlijk niet meer werkt en vastloopt omdat de klimaatverandering te snel gaat. En wat Marjolein ook zegt, zelfs bij heel succesvol klimaatbeleid valt er echt nog een hele hoop aan te passen. Ja. Want die 2 graden in Parijs betekent voor Nederland, omdat het op land ligt, een opwarming van 3 tot misschien 3,5 graad. Ja. En daarvan hebben we er nu net 2 graden gehad. We zien inmiddels de gevolgen daarvan op het weer en de extreme. Dat gaat nog zeker een keer verdubbelen, minstens. Ook als we het klimaatakkoord van Parijs halen. Ja. Oké, dan moeten we het maar gewoon aanzien en ons best doen. Daar komt het eigenlijk een beetje op. Ik ben dus wel hoopvol. Ja. Absoluut. Ik wilde jou eigenlijk toch een beetje als hoofdpersoon in het hele verhaal ook nog iets anders vragen. Namelijk, je hebt een hele publieke rol. Als weerman van de NOS, een van de meerdere weermensen, moet ik eigenlijk zeggen trouwens. Maar je hebt een heel zichtbare rol. Je bent niet in die functie heel erg nadrukkelijk met deze kwesties bezig, volgens mij, in het journaal. Daarbuiten wel. Daar heb ik eigenlijk 2 vragen over. Mag dat niet? En van wie dan?
Maar dat is een subvraag. En zou je dat wel... Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Zou je dat misschien meer moeten doen? Of denk je dat is niet de plek om het te doen? Hoe zie je dat? Nou, je raakt wel aan een gevoelig punt. Er is niks wat niet mag. Maar kijk, als wetenschapper heb ik gemerkt dat het heel lastig is om een goede positie te bepalen tussen... Wat je strikte taakverdeling of wat je strikte taakopdracht is, bijvoorbeeld bij het schrijven van een IPCC-rapport. Die strikte taakstelling is, lever ons de gegevens aan op basis waarvan wij beleid kunnen maken. Dat is eigenlijk wat de Verenigde Naties als orgaan van landen de overheid of de wetenschap tot taak heeft gesteld. Ja, daar kun je natuurlijk heel nauw aan die taakstelling houden en zeggen, oké, ik ga programmeren, ik ga satellietbeelden bekijken, ik ga weerstations op gletsjers zetten en hier zijn de getallen. Ja. En aan de andere kant is het gewoon ontegenzeggelijk feit dat als een praatprogramma of een radioprogramma of een interview in de krant vraagt om duiding van wat dat is, dan komen er altijd vragen op tafel van hoe erg is het nou? Wat is de toekomst? Wat zou jij doen? En dat maakt het natuurlijk heel persoonlijk. En ja, zeker het schrijven van het boek is voor mij ook wel een proces geweest om daar weer, ja, toch weer subtiel een nieuwe positie in te vinden tussen, ja, laten we zeggen, maar activisme aan de ene kant en het bij de feiten blijven aan de andere kant. Maar ik denk dat ik bij mijzelf, maar ik denk ook bij heel veel collega's om me heen, zie gebeuren dat daar toch een aspect insluit, dat er toch iets insluit van op de barricades gaan staan. En dat heeft ook simpelweg te maken met het feit dat, jammer genoeg, we 30 jaar geleden ook al wisten dat alles smolt. Dit boek had ook uit 1985 kunnen komen, waren het niet dat ik dan nog in de kinderwagen lag. Maar dit boek had ook toen al geschreven kunnen worden. En dat, weet je, die frustratie van dat er al zo lang geroepen wordt en er toch weinig is gebeurd tot nu toe, maakt wel dat wetenschappers toch ook hun stem duidelijker verheffen in het publieke debat. Ja, en dat heb ik met het boek ook een bijdrage aan wel proberen te leveren. Ja,